Ik werd wakker, mijn koffie was op. Dus Nessie heeft snel koffie voor me gehaald. Super lief, thank you. Ja. En ik gebruik altijd deze. Ik vind deze echt heel lekker van Perla. Oh, de geurige koffie in de ochtend is toch niet normaal. Heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Super lekker weer. Ik ben wakker geworden zonder koffie. Toen had Nessie koffie voor me gehaald. En zonder lenzen. Toen had Nessie lenzen voor me gehaald. Dus ik ben best wel happy wakker geworden. Nessie is heel lief voor mij vandaag. Ik zeg, Nessie is heel lief voor mij vandaag. Dat je allemaal dingen voor mij haalt. Man, ik ben elke dag lief voor jou. Ik ben jouw maat niet. Kijk dan, ik heb mijn nieuwe bril terug. Nessie ziet er heel leuk uit. Laat je outfit zien. Zo leuk! Wij gaan lekker samen op pad vandaag, want Nessie is van het weekend dus echt heel erg druk. En vandaag is het lekker weer en van het weekend wordt het nog lekkerder weer. Dus we dachten we gaan samen vandaag op pad. Dus ik heb me net even klaargemaakt heel snel. Ik heb mijn blauwe jurkje aan van Boohoo.com met mijn sandaaltjes ook van Boohoo.com. Echt super cute deze sandaal, dus ik laat jullie even wel van een andere kant zien. Kijk, dit zijn mijn sandaaltjes. Super cute. Sleehakje. Heel erg fijn. Ik ga ze een yoghurt maken. Hier zit in normale yoghurt. En wat heb je erbij gedaan? Proteïne vanille yoghurt of zo, toch? Dat klopt. Hij gaat er nu banaan bij doen. Lekker hoor, Nes. Walnoten. Lekker hoor, Nes. Bedankt, hè. Berries. Vind je dit leuk of zo? Ja, ik vind het echt leuk. Aardbeidjes, lekker hoor. Oh. Echt raar. Oh. Hij heeft heel veel pure chocolade eroverheen geraspt. Oh, dat is wat zo een feest. Lekker dit. Bedankt. Betrapt. Wat ben je dit doen? Wat ben je dit doen? Oké, okay, ik mag vandaag. Ik mag vandaag met deze wc-rol spelen. Kom, speel maar. Alleen vandaag. Ik heb een bakje gemaakt voor mezelf met fruit en nootjes. En geen yoghurt vandaag, want... Ik heb nog precies 9 dagen om te gaan voor de vakantie. En ik wil graag zuivel skippen de laatste 9 dagen. Want dan kan je iets sneller afvallen. En ik wil echt de laatste 3 kilo's eraf in 9 dagen. Dus denk, ja, is denk ik een beetje te veel. Maar als ik dus heel veel zuivel blijf eten, dan gaat het nog langzamer. Dus dat skip ik. En ik ga vandaag voor deze snack. Deze schoenen zijn echt fijn. Maar als je een pedicure doet, dan ziet alles er veel mooier uit, vind ik. Dat ziet er wel goed uit. Oh. Zo, wij zijn nu bij de tank. We gaan lekker snacken alvast, terwijl Nessie aan het tanken is. Waar is dat Nessie, meneer? Oh, lekker. Ik heb hem niet eens ontbeten, het is gewoon mijn ontbijt. Wat de planning is, wij gaan nu even een pakketje ophalen, want er is een pakketje... bij zo'n afhaalpunt. Dat moeten we even ophalen hier in de buurt. En daarna gaan we waarschijnlijk richting België of zo. Wij willen gewoon echt lekker chillen. Wij willen echt gewoon ergens op een terras. Gewoon heerlijk eten. Gewoon even gewoon van de zon genieten. Voordat alle drukte weer begint. Ik had eigenlijk een hele leuke planning dit weekend. Voor als Nessie wegging. Maar die gaat helaas niet door. Waar ik echt van bel. Dat maakt niet uit. Echt, mijn lievelingsnootjes zijn deze. Hazelnoten. En macadamia noten. Dat vind ik zo lekker. Maar eigenlijk vooral de gezouten. Die zijn niet zo heel goed. Maar ik vind het echt lekker. Dit is best een afhaalpunt. En hier hebben ze allemaal katjes. Echt zo leuk. Kijk dan. Deze liggen dan. Oh, je zit er niet eens op beeld. Ik ga stuk. Die hebben het pakketje opgehaald. En ik dacht dat het voor Nessie was. Maar het is gewoon van mij. En ik weet echt niet wat erin zit, want het is vast iets wat ik heb besteld. Wat ik helemaal ben vergeten. Maar ik ga even kijken. Dus de laatste tijd krijgen we toch zoveel PR-pakketjes. Dat is echt, ik denk dat ik deze 2 maanden de meeste PR-pakketjes ever heb gehad. Gewoon niet normaal. Urban Decay, ik ben hier heel blij mee. Thank you. Dus als eerst 2 eye pencils. Volgens mij best wel in gekke kleuren. Ik ga ze zo uitpakken, maar kijk deze kleuren. Oh mijn god. Deze lijkt me wel mooi, maar paars. Vind ik echt iets voor Honey. Oh, die verpakkingen zijn zo vet van Urban Decay. Echt mooi. Ik heb een lipgloss gekregen. De Gloss Ultra. Wat staat er?
Doeks. In deze kleur. En deze kleur heet Hot Love. En ik heb een waterproof mascara gekregen. Heel erg blij mee. Ik ben laatst echt zo blij met mascara's. Deze mascara ziet er echt vet uit. De verpakking is echt zo vet. Shiny. Shiny. Inmiddels in Antwerpen. We staan echt eeuwig in de file. Het komt maar niet vooruit. We hebben er heel lang over gedaan om hier te komen. Ik denk echt in totaal 1 uur 3 kwartier of zo. 2 uur bijna, dat is toch niet normaal. Maar ja, het is nu alweer bijna etenstijd. Het is namelijk 5:30 en we zijn nog steeds niet aangekomen. Waarschijnlijk komen we rond 6 uur aan. En we hebben gewoon weer trek. Dus ik zit nu een beetje restaurantjes op te zoeken waar we willen eten. We hebben een beetje gezocht naar Libanese restaurantjes. En ik heb er best wel een paar gevonden. Alleen nu ben ik aan het twijfelen van hoe ik wil eten. Wil ik echt zo een beetje zo streetfood-achtig eten even snel? Of wil ik gewoon lekker in een restaurant zitten en uitgebreid eten? Daar ben ik over aan het twijfelen nu. En ze weet niet goed wat hij wil. Ik moet fucking doorrijden. Dat en hij maakt ruzie met allemaal mannen in het verkeer. En hij is al 1 keer uitgestapt om ruzie te maken. Ze hebben al 3 keer uitgestapt, maar Holland hebben geluk, ik zweer het. En ik zit erbij. We zijn even dit. Niemand heeft hier zin in. Oh, gek van die mensen. En die man waar die ruzie mee had, die moest op een gegeven moment parkeren. Want die man die woont in die straat, wat maakt die extra 5 minuten nou uit voor hem? Hij ging dus parkeren, ging naar zijn woning lopen. En ging niet naar Nessim zwaaien. En ging Nessim terug zwaaien. Ja, zwaaien, maar ondertussen uitschelden. Moeder. Echt, mannen zijn zo raar, man. Wij zijn eindelijk in Antwerpen. Ik ga even mijn bril opdoen, want de zon schijnt enorm. Wij zitten in een klein restaurantje dat Lidl Beirut heet. En het ziet er anders uit dan een gemiddelde Libanese restaurant. Er zijn hier alleen maar Belgen. Dus mensen zijn bang dat het niet smaakt, omdat er geen Libanese zit, Arabieren of zo. Maar ik denk het wel. Het is volgens mij gewoon dat ze hier veel alcohol en zo schenken. Oh, dat is zo leuk. Dit is echt zo leuk wat hier staat. I would like to. Ik kan niet eens Engels. Zo leuk. Het is allemaal van die weetjes uit Libanon. Bijvoorbeeld, Libanon is een van de kleinste landen ter wereld. Ik wist dat niet eens. Cool, hè? We hebben echt mooie foto's genomen in Antwerpen. Dit is mijn foto. En dit is Nessim's foto. Kijk hoe mooi. Kijk, model life. Kijk, kijk alleen. Mooi man. Dat is wel mooi. Ja. Die witte. Ik vind deze torso zo lekker, die rode. Echt, dit is de beste torso ever. Ik mijn cola drinken in een wijnglas. Ik ga stuk. Kijk, dit is Libanees brood. Hier ben ik mee opgegroeid. Nessim, jij hebt kennis gemaakt met Libanees brood door mij. Weet je nog, vroeger? Ja, zeker. Ging die hagelslag op eten. Oh, met Turkische salam en zo. Ja. Leuk hoor. Gezellig in Antwerpen. Little Beirut. Overal waar we naartoe gaan eten we hetzelfde. Merk je dat eigenlijk? Ja, maar wij houden gewoon van ons eigen eten. Ik hou gewoon van Arab food en Turkish food. Het is goede cola. Maar wanneer gaan we naar Beirut? Beirut? Ik en Nessim en ik hebben net besloten dat we binnenkort naar Beirut gaan reizen. Dat doen we al zo lang. Nou, binnenkort. Als het lukt. En nou is het zo opeens. Ja, weet ik veel hoe mijn agenda eruit ziet. Ja, we gaan het wel proberen. Ja, we heel eerlijk zijn, we hadden een heel andere plek. Toen was het een beetje te gevaarlijk voor ons. Ja.
Dus dan maar Beirut. Ook leuk toch? Ja. Gaan we lekker veel vrienden. Lekker eten. Lekker. In een vriend. Oh, Hamas girl. Oh, een beetje inzoomen zo. Oh. Wat zei jij dan? Dit is trouwens ook een leuk weetje over Libanon. 40% van de Libanezen zijn christelijk. Het is het hoogste percentage van alle Arabische landen. Cool. Jongens, het is onze eten. Ik heb lamskoteletjes heet het. Eet het koteletjes? Nee, dat is geen kotelet. Hoe heet het ook alweer? Lamspiesjes heb ik, heerlijk. En in plaats van friet heb ik tapula. En Nessim heeft kip. En ook in plaats van friet tapula. En we krijgen nog zo auberginepuree. Oh, lekker. Dankjewel. Lekker, lekker. Wij hebben gegeten bij Lidl bij Beirut. Het was wel lekker, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb wel lekkerder gegeten. Ik vond het wel lekker, maar ik vond de sfeer een beetje kut, man. Ja, het was gewoon een heel andere sfeer dan dat je normaal van een Libanese sfeer hebt. We willen tussen de Arab zitten. Maar ik vond het niet per se het lekkerste wat ik ooit heb gehad. Maar ik vond het was wel lekker. En wat ook anders hier was. Ik heb bijvoorbeeld ook vragen om een... Als je zeg maar een stuk vlees kiest, dan vragen ze of je het medium wil of doorgebakken. Dat vraagt de Arab hier echt niet, nooit. Nee. Wij zijn in Terneuzen bij oma en opa van Nessie. Hi, Jannu. En wij gaan hier lekker een gezellig een theetje drinken. Heerlijk. Hoe gezellig is dit? Hè, Jannu? Hoe gaat het met jou? Mis jij leren een beetje? Ja, hè? Nou, jongens, en zo loop je naar huis. Ik heb allemaal blaren op mijn voeten. Zeg maar dat ik je vasthoud. Anders kleur je. Hij houdt me vast. Ik lijk wel dronken, joh. Zo, wij zijn weer thuis. Het was echt super gezellig vandaag in Antwerpen. Ook al zijn we daar eigenlijk helemaal niet zo lang geweest. Het was wel echt gezellig. We zijn naar de Urban Outfitters gegaan. Oh, ik heb trouwens echt iets heel erg leuks gescoord in de sale. En Nessie heeft sowieso echt leuke dingen gescoord. Daarna zijn we dus uit eten gegaan. En daarna zijn we even langs familie gegaan. En gewoon daarna weer doorgereden naar huis. Wel echt vermoeiend die rit altijd van België en dan terug. Vooral omdat de heenweg ook gewoon 2 uur heeft geduurd. Niet normaal. Ik wil vandaag eigenlijk het hele huis schoonmaken. Maar dat is er niet van gekomen. Want ik ging naar België. Ik wil jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Bij Urban Outfitters. Even kijken. Staat de camera zo goed? Ja, zo is het goed. Even kijken. Ik had namelijk iets gescoord. Kijk, is dat nou dit? Ja. Ik had namelijk iets gescoord in de sale van Urban Outfitters. Kijk. Zo'n villa topje. Echt cute. Het is zo'n crop top, zeg maar. En een maatje S. Kijk. Super handig. En deze kostte... €14, daar ben ik echt super blij mee. En ik heb hieronder echt een heel leuke broek laatst gekocht. Dus het past echt perfect bij. Zo'n vette gezicht, niet normaal. En mijn pyjama aan doen, tanden poetsen en dan eigenlijk rustig aan richting bed. Dat is het eigenlijk voor nu. Dus ik ga bij deze denk ik ook gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke vlog vinden van de weekend. Want het echt zo warm weer. Ik heb helemaal geen planning. Nessim gaat morgenochtend weg naar Limburg. Het hele weekend. Dus ik ben echt zo lonely dit weekend. Niet normaal. Maar ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer waarschijnlijk. Doeg!